Tijd om even bij te praten met algemeen directeur van NEC, Wilco van Schaik. Wilco, eerst maar eens even, ja, die eerste wedstrijd thuis weer met publiek, hoe was dat? Ja, ik denk dat dat een heel groot feest was. En natuurlijk dat je wint, maar de eerste keer weer met publiek. Je merkte het aan alles, je merkte het al een paar uur voor de wedstrijd. Ja, je merkte het toen de wedstrijd begon, je merkte het bij de call, je merkte het na afloop. Ja, iedereen was een beetje in extase. En ik heb ook wel gehoord van heel veel mensen ja, dat dit wel heel lang geleden was, dat dit zo gevoeld werd door iedereen. Dus ja, dat is toch wel is mooi als je 4 jaar zo hard gewerkt hebt met je hele organisatie in de keukenkampioendivisie en dit is je kick-off. Ja, maakt je wel een beetje trots. Even terugblikken op voor je. Je zei het was een heel raar jaar, ook corona natuurlijk. Wat heeft dat met NEC gedaan? Nou, ik denk dat het heel moeilijk geweest is intern natuurlijk. We hebben meerdere malen van begroting moeten switchen. Omdat aan het begin van het seizoen vorig jaar dachten wij met z'n allen het gaat nooit meer zo terugkomen zoals we het seizoen daarvoor geëindigd waren. Zonder publiek. We begonnen ook met publiek. Alleen heel snel gingen we al zonder publiek en bleef het gewoon het hele seizoen zonder publiek. Dus ja, dat heeft consequenties voor je begroting. Dat heeft consequenties ook voor je spelers en je staf. Ja, en dan dat hele competitieverloop. Het is een heel bizar jaar geweest en financieel is het natuurlijk wel overleven geweest. Heel veel moeten schakelen op verschillende borden. Natuurlijk met de NOW, de TVL, met de gemeente, met de huur, de belasting. Heel veel maatregelen moeten nemen om NEC te redden en NEC niet ten onder te laten gaan. Ted van Leeuwen binnengehaald. Bewust daar ook voor gekozen, voor iemand met ervaring? Ja, ik denk dat het een proces geweest wat voornamelijk gestuurd is door de RVC. We waren al langer op zoek naar een technisch directeur. Ik kan wel zeggen dat 2,5 jaar twee functies uitoefenen, dat ik dat eigenlijk nooit meer zou doen. Zeker niet in de Eredivisie. En als ik nu zie wat Ted doet, hoeveel tijd, hoeveel aandacht, hoeveel precisie hij besteedt aan zijn werk, had ik dit er never nooit bij kunnen doen. Dus we wisten dat we iemand zochten. Alleen een goede technisch directeur in Nederland is heel moeilijk te vinden. Daardoor heeft dat proces ook best wel lang geduurd. En ik denk met Ted dat we iemand hebben gekozen met ervaring, met het netwerk. En dat merk je nu wel heel duidelijk. We hadden niet zonder zo iemand gekund nu in de Eredivisie. Ik ben heel blij met zijn komst en ook met zijn kennis en met zijn kunde. Ja, want de volgende stap was, Leen Looy, dat was al een tijdje dat hij eigenlijk wel weg wilde. Daar is nu Fred Rutte voor gekomen. Komt natuurlijk ook uit de koker van Ted van Leeuwen. Ja, het was eigenlijk iets andersom. Fred was eerder in gesprek met ons en met Marcel en met de RVC en met mij. Ik ken Fred al een jaar of 6, 7 sinds Erik ten Hag bij FC Utrecht. En ook Fred, vanuit die rol als adviseur, wat we gezegd hebben vorig jaar, heeft wel meegespeeld in die rol om zo'n type technisch directeur aan te trekken. Ik denk als je iemand als Fred in je organisatie kan halen, dat je daar heel blij mee mag zijn. Ik zie Fred een beetje als de opleider van Erik ten Hag. Ik heb met dat soort mensen gewerkt. Die willen elke dag beter worden. Die eisen dat van iedereen in de organisatie. Die zijn nooit tevreden. Daar kan een trainer heel veel leren. Daar kunnen spelers heel veel van leren. Daar kan de RVC heel veel van leren. Daar kan ik heel veel van leren. Houd me continu scherp. Ja, je noemde net ook al even, van het contact kwam zo. Maar daar hoorde ik ook de naam van Marcel. Daar bedoel je denk ik Marcel Boekhoorn mee. Hoe belangrijk is hij nu voor de club? Nou, ik denk dat hij heel belangrijk voor de club is. Net zoals hij dat ook in de afgelopen 20 jaar is geweest. En toen met heel veel mensen, de andere aandeelhouders en de andere mensen ook in het spelersfonds. Ik denk dat die 10, 12 mensen de club voor de laatste 20 jaar hebben gered. En het ene jaar meer dan het ander, maar zonder hun hadden we geen club gehad. Marcel, die de leden in het spelersfonds tegemoet gekomen is, waardoor iedereen een stap opzij heeft gemaakt. Niet een stap weg, want ze zijn allemaal nog betrokken bij de club, dat vind ik knap. En Marcel heeft gezegd, binnen zo'n structuur wil ik meehelpen, wil ik meedenken, wil ik ook meesteunen om er een professionele BVO van te maken. En wij hebben deze zomer heel veel gesprekken met hem gehad. We hebben gesprekken over de begroting gehad, over de samenstelling van de selectie. Dat heeft hij in het verleden niet gedaan. En daar gebruiken wij zijn kennis en kunde. We klanken veel met hem. En hij geeft gevraagd en ongevraagd advies, meer dan in het verleden. Omdat hij ook betrokken is bij die hele structuurwijziging. En ook nu samen door wil bouwen om van NEC over 5 jaar toch echt een stabiele club te maken, het linkerrijtje. Maar ja, daar is gewoon keihard geld voor nodig. Geld wat er misschien nu nog niet is. Is hij dan bereid, als je zo die structuur binnen de club hebt, om daar dan wel fors in te willen investeren? Nou, hij is bereid om daarin te investeren. En dat wil niet alleen zeggen in de spelersgroep, maar ook in de organisatie. Ja, ik heb al gezegd, afgelopen zomer konden wij, als je kijkt naar het klimaat in de Eredivisie, als je ons kleedkamer zag, dat kon echt niet meer. Dat was uit de DDR-tijd. Zoals Matthijs Brandero zei, ons spelershome, ja, de stoel zakt in elkaar. Is van spelers wat vraagt. Ja, dan moet je ook de randvoorwaarden goed invullen. Ja, dat soort dingen hebben we nu kunnen doen door Marcel. Zijn er bijvoorbeeld dan gesprekken om het stadion te kopen? Dat
Marcel zegt van nee, nou, daar weet is, je wat? Is hij, ik heb één keer een gesprek met hem gehad bij de gemeente de afgelopen maanden. Ook in de stappen die hij met de club heeft genomen. Hè, wat ik net zei, we bespreken de begroting met hem. De toekomst wordt met hem besproken. De selectie wordt met hem besproken. En toen zijn we ook een keer samen naar de gemeente gegaan. Om hem gewoon eens voor te stellen vanuit zijn rol als NEC. Daar hebben we niet gesproken over het kopen van het stadion. We hebben natuurlijk wel over dat project gesproken. Maar het is ook niet zo dat Marcel daar met een buidel ramt en zegt ik ga het stadion even kopen. Nee, ook dat zullen we doen vanuit de club waar we nu mee bezig zijn. Het project wat nu loopt, dat concept ligt er. Dat lag er ook al voordat Marcel een stapje extra aan de club deed. Dus dat zullen we zelf moeten doen. Ik sluit niet uit. Want als we dingen zelf moeten doen, als er straks een financiering moet komen, dat hij niet één van de mensen zal zijn. Maar het is niet zo dat hij nu al een pot klaar heeft gezet. En ze koop het stadion maar, we gaan het verbouwen. En dan de voorspelling. Ja, ik vraag toch maar, waar denk je dat NEC uit gaat komen? Of waar hoop je misschien, laat ik het zo zeggen. Als wij plek 14, 15 kunnen bereiken, dat betekent handhaven. Zonder echt de laatste wedstrijden in de problemen te komen, dan zou ik blij zijn. Ik denk dat dat een hele grote stap is voor ons in dit eerste seizoen. Dus handhaven is ons doel. Veel jonge spelers weer die echt nog moeten wennen aan de intensiteit van de Eredivisie. Een aantal nieuwe spelers moeten nog een team worden. Dus die eerste 10 wedstrijden hebben we echt nodig om erheen te vechten, doorheen te knokken. En daar gaat het eigenlijk alleen om de punten. En dan moeten we proberen wat stabieler te worden. Maar we hebben echt nog wel wat stappen te maken. Dus als we ons kunnen handhaven, plek 14, 15 met 2, 3 wedstrijden voor het einde, geen paniek meer. Ja, dan ben ik heel blij.